Ongeveer zo'n 3.500 aardjaren geleden. was er een persoon. en die zag dat uh, de groep waarin hij leefde. daar in het, zeg maar, het noorden van Afrika. dat hij uh, toch wel toe was aan een ander uh, woon, werk en leefgebied. En uh, toen dacht hij: van nou. ik zal maar eens even de leiding nemen. en uh, dan ga ik met mijn groep. die zal 10.000, 20 20.000, misschien wel meer mensen groot zijn geweest naar het noorden. Ze hadden niet het gevoel dat ze naar het westen moesten, had ook nog gekund, maar ze hadden verhalen gehoord dat in het noorden, ver weg in het noorden, dat was echt een mooi gebied met rivieren, bossen, heuvels, echt en hier en daar een zee, geweldig. Achteraf weten we nu waarschijnlijk dat het om Noordwest-Europa ging. Maar in ieder geval ze dachten in ieder geval, laten we niet naar het oosten gaan, niet meer naar het zuiden gaan. Ja, en zeker niet naar het westen gaan, want we weten niet wat daar allemaal is. Maar ze hadden verhalen gehoord over dat noorden. In feite de hele oude verhalen al van ongeveer 250.000 jaar geleden. Toen de sapiens vanuit het gebied van Ethiopië, zeg maar, en uh, Kenia, wat je nou het Kenia zou noemen. Uh, dat die uh, naar het noorden gingen, omdat daar dus al de Neandertalers waren. Uh, die waren daar ongeveer al een honderdduizend jaar eerder. Met 40.000 mensen. En daarna zijn de sapiens hier gekomen met ongeveer 100.000 sapiens, primaat om het zo maar te zeggen. En die verhalen groensten nog steeds na. Dus daar vandaan die trek naar het noorden. Ze vertrokken. Nou, je kunt je wel voorstellen natuurlijk dat het niet van een leien dakje ging, want het is nu al een grote groep. En de temperatuur, dan weer was dan weer regen, dan weer hadden ze te maken met een tsunami, hè, waardoor Creta in één klap opgetild is. Dat wisten ze natuurlijk nog niet dat daar Creta lag, maar in ieder geval, dus daar was een aardkorstverschuiving aard, eh, eh, waardoor er een enorme terugtrekking even was van de zee. En dan kwam die zee weer over je heen, hè, van ongeveer 7 tot 12 meter hoog en daardoor is Creta ook opgetild, dat weten we nu dan. Nou ja, en je had natuurlijk de droogte, de zandstormen en dan natuurlijk ook weer hongerstekort. Dus op een gegeven moment hadden ze aardig wat gelopen. Ongeveer een 1500 kilometer. En toen dacht die persoon: van ja, het wordt nou eens tijd dat we gaan rusten. Want eh, dit gaat niet goed. Er ontstond irritatie, er was vermoeidheid, etenstekort. Dus hij stopte in een gebied waarvan je dacht: van nou, hier groeit nog aardig wat. En terwijl de avond aankwam, dacht hij bij zichzelf: van ik moet toch eens na gaan denken over regels. Nou, nou, we een beetje hier even een paar dagen, misschien wel enkele weken blijven zitten. Want het is toch wel een grote groep. Hè? Binnen een groep van ongeveer 50, 75 mensen kun je nog wel iemand aanwijzen. Hey, heb jij mijn appel gestolen? Of ben jij aan mijn uh, vriendin gekomen? Weet je wel, misbruik, stelen, uh, je anders voordoen, liegen, hè? iets stiekem doen, iets stiekem bedenken, maar niet zeggen en dan toch doen. Dat soort fenomenen. Dus hij is op een heuvel gezitten, die persoon. En iets gaan denken eh, van hoe pak ik dit aan. Nou, gelukkig kwam hij iemand anders tegen en die heeft hem daar een beetje bij geholpen. Toen dacht hij van nou, dan ga ik eens opschrijven die regeltjes. Best wel goede regeltjes. En die persoon zei ook al, die regeltjes bestaan al heel lang joh. Dit bestaat al ongeveer, wat is het, 250.000 aardjaren bestaat dat al. En toen dacht hij bij zichzelf van ja oké, okay, maar wacht even. Dat gebied waar ik vandaan kwam, daar deden ze alles altijd bijtelen, weet je wel. In stenen en nou, hij had een paar platen stukken steen gevonden. En is een stukje ijzer en een andere steen gebruikte hij als hamertje. En hij is er een beetje in een tekstje gaan hakken. Dus toen kwam hij gaande de nacht, de volgende ochtend kwam hij naar beneden. En met die twee, want hij had blijkbaar twee platen met aardig wat tekst erop. Kwam hij naar beneden en zijn mond viel open. Wat hij daar zag was één groot feestverstijn. Ja, iedereen was bezig met of drinken of aan het roepen van: Dit is mijn grond, want ze hadden blijkbaar iets in de grond gevonden. Goudstukjes, mineralen, edelmetalen. Dan was het een stukje groen wat de ene wilde hebben, en de ander de niet gunde. Ja, er was ook het geduw en getrek over van wie met wie en natuurlijk wil seks wilde hebben. Allemaal van die rare aardse dagelijkse dingen, maar van die dag van: Wat is hier aan de hand? Wat? En kleren, zo is dit. Ze zitten goud aan het bidden. En iedereen wil een stukje grond claimen En ze zitten elkaar, gunnen ze de. De, de, de fijnheid niet in de ogen. Dus ja, hij werd boos. En die goede, die steen, zo bam, kapot op de grond. En die liep dus weer hep, 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 de boven die heuvel op. En toen zei die persoon die boven nog steeds zat, een beetje te hangen en zoiets. Van, wat is er dan? Ja, maar kijk wat de kleren zo, zeg. Dat weet je toch niet? En toen is hij dus nieuwe regels gaan bedenken. Nou. Dus. Weer een nachtje voorbij. Om erover na te denken. En hij dacht van, ik zal ze hebben. Dus we lopen naar beneden. Nee, je voelt allemaal hangen, hè? Het kwam eigenlijk op twee punten neer. Zes dagen van de week, Ik kennen ze toen al weken, maar in ieder geval zes dagen van de week ga je gewoon kaart werken, ja? En zwoegen. En je gaat niet stelen, ja? En je gunt een ander het licht in de ogen, en je gaat niet dingen van elkaar afpakken, ja? En die andere dag ben je alleen maar bezig met het aanbidden van mijn vriend, ja? Niet met het aanbidden van mineralen en goud en dit is mijn grond, ja? En ook niet met het aanbidden van je andere vrouw die je niet wil hebben, of je andere man die je niet kan hebben, ja? Maar het is mijn grote vriend, die ga je aanbidden, ja? Duidelijk. Nou. En niemand die zich afvroeg. van ja, maar uh, uh, die eerste regels, waren die niet veel leuker? Kunnen we die niet hebben? Was er niet iemand die er naartoe kroop en die steentjes bij elkaar pakte. en dacht: van, wat staat daar dan? Wat heeft daar dan gestaan? Oh, dat is misschien wel veel leuker geweest. Niemand die dat bedacht. En toch weet ik ze. Want ik was erbij. Ik heb ze bewaard. En ik heb ze opnieuw. Gemaakt. Natuurlijk niet in steen, dat is takken veel werk. Daar ben je een hele avond of een hele nacht of een hele dag mee bezig. Dus ik heb op een andere vorm gedaan. En daar zie je eigenlijk in terug datgene wat echt logisch is. Echt logisch is en ook in de oude verhalen van ongeveer 150, 125.000 aardjaren geleden al gemeld werd. Omdat we allemaal weten dat de sapiens als een primaat tamelijk corrupt is. Tamelijk onbetrouwbaar is zogenaamd vanwege het woord diplomatie. Diplomatie is niks anders dan jezelf anders, totaal anders voelen dan dat je werkelijk bent, werkelijk wilt, werkelijk doet. Je vergroot, verkleint dingen, je kan er heel veel over zeggen. Diplomatie is iets wat de sapiens wel heeft en de neandertalen niet. Dat maakt de neandertalen dus ook oprechter, eerlijker, opener. Vaak werd gedacht dat de neandertalen primitieven is, maar dat is totaal niet zo. De neandertalen was zelfs slimmer, niet alleen in ruimtelijk inzicht, maar ook in het oplossen van problematieken. Diplomatie lijkt het antwoord te zijn om problemen op te lossen, maar diplomatie is niks anders dan situaties vergroten, verkleinen, versnellen, vertragen. Belachelijk maken, interessanter maken, importanter maken, groter maken, kleiner maken. De ander anders voor laten doen. Enzovoorts. Hier staan dus nou dadelijk, ga je lezen: de twee platen, die er dus oorspronkelijk waren, maar dan in steen. En natuurlijk in een andere taal. Hè? Dat mag duidelijk zijn. Taal is levend. Als je dat aan leerlingen vraagt en jongeren vraagt of taal levend is, dan zullen ze uitroepen nee, want ik moet precies schrijven dat ik vind dat dat met dt moet. Oh nee, wacht even, alleen met een t hè? Ja, nou, zo levend is taal dus. Maar in ieder geval, toen een andere taal. Ik heb dat vertaald naar het Nederlands. Eén op één. Dus niet zoals in latere grote boeken wel eens wordt gedaan, dat men toch weer dingen gaat vertalen op een andere manier. Ja, omdat er beeldspraak in zit, dan weet ik wat allemaal. En dan nou kun je ze hier rustig lezen. In feite waren het dus twee platen, waarbij in het ene staat: doe het niet, en de andere staat: doe het wel. Je zou dus een van de twee platen kunnen weglaten. Maar als je weet wat je wel moet doen, weet je ook meteen wat je niet moet doen. Maar blijkbaar hebben die persoon en die vriend van hem toen bedacht: van uh, laten we ook maar even zeggen wat ze niet moeten doen. En dat ze zien: hé, hey, ja, dat is precies wat ik wel moet doen. hè? Poep niet in je broek, hè? enzovoorts. Nou, ik wens je veel plezier met lezen. En probeer er eens naar te leven. Probeer ik het ook. Ik wacht wel af of het jullie lukt. Ik heb alle tijd. If you love me, you do it. And the Lord's 11th commandment Moses gets to be first in line at the buffet. What? Oh, seriously? I know, oh. you guys, it's so lame, but that's what it says.